Bert, gefeliciteerd. 100 jaar, dat is formidabel. Kunnen we een keer zoiets doen, hè? Maar ziet er hij goed uit, joh. De burgemeester. De felicitaties van de burgemeester doen zichtbaar deugd. Hubert heeft bijzonder veel respect voor de familie van de burgemeester. En daar heeft hij zijn redenen voor. En uw overgrootmoeder heeft mij leren pingpong spelen. Zie je het? Ik had het gezegd. En dat was... in Small Street, aan de Keizerpoort. Hubert van Lisbethe speelde niet alleen pingpong in zijn jonge jaren. Hij vocht ook in de Tweede Wereldoorlog. Als gedecoreerd oorlogsveteraan kijkt hij met een andere blik naar de huidige crisis. Ik ben gepakt geweest door de Duitsers, door de Nazis. Ik heb in kampen gezeten tijdens de oorlog. En ik heb het allemaal overleefd. Dat was ook een virus. Dat was de grote virus. Die miljoenen kindertjes, oude mensen, weggesleept hebben. Compliment aan Lisbeth, ze nou. En aan de kindertjes, hè. Monica. Een feestje zit er vandaag niet echt in door corona. Maar de telefoon staat niet stil en de kaartjes in de brievenbus maken veel goed. Net als het bezoekje van zijn neef Patrick Fakkel, met wie hij zijn kapsalon in de Overpoortstraat openhield. Een deel van dat interieur bewaart hij nog steeds op zijn appartement. Een appartement dat helemaal vol hangt met zijn eigen schilderijen. Want schilderen en bewegen, dat houdt hem scherp. Oh, ik heb een hooptrainer. De noemtrainer moet ook in bewegen. Ik heb dat niet nodig, want ze mogen om 6 uur maar een keer beneden voor de vuilnisbakken buiten te trekken. Daar zit hem, dat is beweging. Naast zijn liefde voor schilderkunst is Hubert ook altijd een enorme muziekliefhebber geweest. Volgens Hubert kan muziek ons zelfs uit deze pandemie helpen. Muziek helpt de mensen. Ze moeten dansen voor het ogenblik tegen corona. Dansen is goed. Niet alleen op het masker. Maar de mensen moeten kunnen door muziek leven.